gisteren ben ik bij de Zuidplasruiters geweest, wat super gaaf was. Daar kan je namelijk crossen. Kim, onze bijrijdster en springer op Verona, die reed op Henja, haar eigen pony. En Deborah, een stalgenoot van mij, die was er ook. Dus die kunnen jullie samen zien in de training. Ik sprak daar ook nog Wim. Die is van de Zuidplasruiters. En die vertelde dat je daar ook een officiële cross kon rijden. In oktober is die. De gegevens ga ik hieronder neerzetten. Ik vond het super leuk, zo leuk dat ik toch bedacht van, nou weet je, ik maak er een extra video van. Dan kunnen jullie ook kijken hoe zo'n crosstraining nou gaat. We gaan nu kijken naar Kim en Deborah. Helemaal op het eind zie je nog Henja, de ridder. Ja, roep maar. Nou, vandaag zijn we in Moordrecht op de crossterrein voor een crosstraining. Wat leuk, en wie ben jij? Ik ben Deborah. Kijk, met Debro. Met Debro, ja klopt. Ja. Hi, GoPro. Ik ben Kim van Gees en dit is Henja. En ik spring nu L. Bakels. Het gaat een beetje hard. Too young, too old, too poor. They're just excuses. So when you get down and you bottom out, remember this little song. Nou, dat wordt leuk. Zo sterk is het nooit geweest. But you better listen, 'cause I'm that little voice inside your head saying, hey, go follow your rainbow. Go follow your rainbow. Hey, don't believe when they say when no. They say no. Don't you believe them? Hey, go follow your rainbow. And you'll find your pot of gold. Don't you believe? Don't you believe them? Het vandaag? Ja, het was echt weer heel leuk. Wat heb je allemaal geleerd? Nou, we hebben greppeltje gesprongen en bomen en sprongen. Greppel wilde die niet zo, geloof ik. Ja. Maar uiteindelijk ging die wel. Uiteindelijk ging die, ja. En water lekker in en uit. Top. En je gaat nog een keer of verloopt het wel even goed zo? Nee, binnenkort gaan we weer. Helemaal leuk. Ja. Nou, zeg maar gewoon gedag dan. Goedenavond, jullie zijn hier bij de Zuidplasruiters in Moordrecht. Het is wel een bekende accommodatie om een beetje te trainen hier zo in de buurt. Mijn naam is Wim Grens en wij organiseren hier een aantal trainingen onder leiding van Bobby Barry, die ook zelf ook op een heel hoog niveau heeft gereden. En dat voorziet enorm in een behoefte. En het aardige is dat we in het eerste weekend van oktober, dan hebben we hier ook een officiële wedstrijd, dus tot en met de klasse B. Ja. Bedankt voor de moeite. Heel graag gedaan. En tot binnenkort. Dankjewel. Doei. Dat is geen springen, Kim. Oei. Nog een keer. En nou in één keer eroverheen. Niet dat zwakke gedoe van net. Zal ik ook? Goed zo. Nou, kom maar. Braaf. 1, 2. Oei.
Ja, nee, hoopvol dit. Hier is Henja de ridder. Henja, wat heeft Henja aan haar hoofd? Een ridderpak. Mijn hemel, ellende, die twee kinderen met een pony. Ja, een goede pony. Ze is goed beschermd nou. Wacht even hoor. Hallo. Maaike, wat doe je? Oh, ga eens naar achter. Ja. Kijk. Eén moment. Ja. Zo. Nou, dit is, wacht. Ja. Maar handig. Ja. Is goed voor de bescherming. Ja. Het zit goed stevig. Dat is de ridderpak van Henja. Ja, Henja heeft een ridderpak. Woehoe. En yay. Kim, die showt hem even. En je kan heel fijn weer rijden. Ja, maar je moet niet gaan rijden, want ik kan helemaal zo niet filmen. Ja, kan je wel. Jezus. Woehoe. De muur is soms wel een beetje lastig. Zou je denken? Het gaat goed. Ik maak ook nog. Dan ga ik, dat is Kim. Praxis, echt heel fijn spul. Koop het. Het is heel fijn. Oké, doei. En dit, dames en heren, is onze Maaike. Tadaa! Ja, die heeft naar Tessa gekeken.